Hallo, mijn naam is Job van der Bijl. Vandaag gaan we weer lekker koken. Vandaag staat op het menu ayam goreng. Dat betekent gebakken kip of gefrituurde kip. Er zijn heel veel verschillende recepten die je kan maken, heel veel verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld de kip van tevoren marineren, een nacht laten marineren. Of je kunt hem garen in boemboe. En dat is wat we vandaag gaan doen. Voordat we gaan beginnen, like alvast deze video. Abonneer je op ons kanaal. En klik op het belletje, zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die we gaan delen. Voor dit recept heb je een kilo kipdelen nodig. Ik heb gekozen voor drumsticks. Je kunt ook een grote kip van een kilo kopen en in stukken snijden. Of de delen gebruiken die je zelf lekker vindt, bijvoorbeeld dijen. Maar ik vind drumsticks altijd wel handig, hanteerbaar en makkelijk uit te delen op je bordje ook. Dus drumsticks. Voordat we de boemboe gaan maken, gaan we eerst even de kip vast een beetje voor laten sudderen. Even een sap van een halve citroen. Wrijf het even in. Een beetje zout. Even op de gok, maar pak een beetje een eetlepeltje. Nee, theelepeltje bedoel ik, niet zoveel. En dan gaan we nu de boemboe maken. We gaan in de blender gaan we eerst een puree maken van alle kruiden en smaakstoffen waar we straks de kip in gaan gaarsudderen. Ik begin met twee uien, die ga ik schillen en even grof snijden. Een paar grove stukken, dat is prima. De blender de rest. En dan nog 8 tenen knoflook. Even verschillen natuurlijk. 8 tenen knoflook. Die kunnen er in zijn geheel wel in. Dan een stukje Laos, oftewel Galanga. Zeker als je het gaat malen is het prettig als het een jong vers stuk is, dat is wat zachter. Anders kan die heel houtig zijn, ik doe een stukje van ongeveer 5 centimeter. Die snij ik wel even in stukjes, dat is vrij hard. Dat stengeltje kan je gewoon mee. Die kan erin. Dan een stukje gember, nou zo'n klein stukje is prima. Die schil ik eventjes met een dun schilletje. Sommige mensen ook met een theelepeltje, dat kan ook, maar gaat mij te langzaam. Je moet vaak zulke grote hoeveelheden gember schillen, dan werkt zo'n dun schilletje net even ietsje sneller als je het doet. Ja, gember snij ik ook even in stukjes. En dan een stukje cognet, dat is vaak wel goed aan te komen. Dat is geelwortel, oftewel curcuma. We kennen het waarschijnlijk allemaal in de poedervorm, maar tegenwoordig is het, kun je het ook bijna overal verkrijgen in verse vorm. Twee kleine stukjes of één wat groter stukje, die schil ik ook even met een dun schilletje. Pas wel op voor vlekken, want dit. Hier krijg je hele lelijke vlekken van op je kleren. Zoals op je handen, mijn vingers die gaan vanaf nu een hele poos geel zijn. En dan moet je ongeveer, ja, kleine stukjes en hele kleine stukjes. Ongeveer 10 gram, zo'n stukje denk ik. Dat is een vrij groot stukje voor curcuma dan. Alle verse ingrediënten zitten er nu in. Dan doe ik er nog 5 kamiris in. Candle nuts heet het in het Engels. Die rooster ik meestal even droog in de koekenpan. Want rauw zijn ze lichtgiftig. Je koopt ze altijd rauw. Maar je moet ze dan eventjes roosteren in de koekenpan. Ja, ik denk dat als je het bakt, zaakjes met de kip, dat de giftige er ook wel uitgaat. Maar ja, voor de zekerheid doe ik dat. En nog 2 theelepels ketumbar, oftewel gemalen korianderzaad. Dan gaan we dit nu even
een zwieper geven. Ik doe wel even een klein scheutje water in, zodat hij wat makkelijker mengt. Deksel erop, anders wordt het zo'n zootje. Dat zeg ik, hij gaat niet eens aan zonder deksel. Let op de herrie. Zo, kijk eens, ik heb nou een heerlijke, smeuïge boemboem. Die ga ik eerst eventjes aanfruiten, een paar tellen. En dan ga ik daar de kip in gaar zetten. Zo, doen we een scheutje olie erin. Dan gaan we de boemboe gewoon even aanfruiten. Het hoeft er niet allemaal uit, want straks spoel ik het om met water en dat doe ik hier nog bij in. Dus dat zijn we niet kwijt. Nou, zo heeft het even een paar minuten kunnen aanfruiten. Dan doe ik, ik heb inmiddels de blender wat water erbij gedaan, zodat ik ook de laatste boemboe erin krijg. Ongeveer 0,5 liter. Dan gooi ik er een kippenbouillonblokje bij. Een eetlepel suiker. 1 à 2, ja, doen we 1 flinke theelepel zout. Dan een plaatje, een paar blaadjes daarom djeroek. Ja, dat is eigenlijk dubbelop, daarom betekent dat blaadje. Blaadjes djeroek, een paar. En een stuk of 5 blaadjes daarom salam, idendito, blaadjes salam. Dat is een hele grote, hupsa. 2 sprieten seree, oftewel citroengras. Natuurlijk altijd vers gebruiken. Even de kontje en het topje eraf snijden. Ik haal ook altijd even het buitenste blaadje eraf. En dan, om de smaak er zo goed mogelijk uit te halen, moet je ze kneuzen en leg er even een knoopje in. Kneuzen gaat bijvoorbeeld heel makkelijk met de vijzel. Gewoon even doodslaan. Nou, ze zijn al dood, maar tenminste ze bewegen niet meer. Wie klopt daar, kinderen? Kijk, en nou is hij ook gelijk wat soepeler. Kun je een mooi knoopje erin leggen. Anders gaan al die draadjes door je gerecht heen zwerven. En zo kun je het makkelijk in één keer eruit halen. En dat het gekneusd is, oh, dat ruikt zo lekker. Hup, ook erbij in. Ruikt al heerlijk. Dan gaan nu de kippenpoten erin. Kijk, ze liggen mooi net een beetje onder water. Water, het is geen water. En dan gaan we dit een poosje laten garen. Maar wel met het deksel van de pan. Dus het is de bedoeling dat al het vocht uiteindelijk gaat verdampen. Dus je moet wel af en toe die poten blijven omdraaien. Want nu liggen ze nog redelijk onder water, maar straks niet meer. Dan trekken de smaken er goed in. De poten worden lekker gaar en mals en zacht. En de kruiden worden heel geconcentreerd en blijven dan, als het dik is, nog een beetje aan het kippetje hangen. Dus ik ga nu even de tijd nemen, dat duurt 1/2 uur, 3 kwartier. En dan moet het perfect zijn. Nou, de drumsticks die hebben nu heerlijk lang liggen sidderen. Zie, de saus is aardig ingedikt. De pootjes zijn goed gaar, het begint zelfs een beetje bruin te worden. Nou, dat is niet zo erg. Dit is het moment dat ze de pan uit mogen. Kijk eens, en dan blijft er ook nog lekker wat van die dikke saus aan de kip kleven. Dat is heerlijk. Saus eraan. Ja, nu zit ik alleen met een dilemma. Wat ga ik doen met... Kijk, hier zit al die heerlijke saus met die heerlijke smaak. Daar ben ik nog niet helemaal uit wat ik ermee wil doen. Dus als je suggesties hebt, laat even een comment achter van wat kan ik met deze boemboe doen. Want hij is heerlijk op zich, maar ik kan hem nu niet meer gebruiken. Dan gaan we nu de kippenpootjes frituren. Ik zal het niet in de frituurpan doen, want dan is je vet gelijk en een andere smaak. En het laat wel wat rommel achter, dus gewoon
pan met een royaal laagje olie erin. Nou, de olie is nu denk ik heet genoeg. Daar is die. Kijk, het mooie is, de poten zijn al door en door gaar. Dus ze hoeven niet meer gaar te worden. Ze moeten alleen van buiten een mooi krokant gebakken laagje krijgen. Dus we gaan bakken tot ze mooi rood, donker, bruin zijn. En dan zijn ze goed. Dus af en toe even omdraaien natuurlijk. Ja, sommige waren al een beetje bruin van de boemboe. Kijk, de kipjes zijn nu mooi donkerbruin gebakken. En dit is wat ik wilde. Dus we mogen voor mijn part uit het zwembad. Laat ze wel eventjes uitlekken natuurlijk. Dan zijn ze klaar om geserveerd te worden. Kijk eens, en dan kun je die kip natuurlijk heerlijk serveren met een bordje rijst. Of met wat voor maaltijd je ook wilt. Of als onderdeel van een rijsttafel. Bij de nasi. Maar ik heb hem met een bordje rijst gedaan. En ook lekker om zo op te knabbelen natuurlijk als snack. Maar ja, je zou het toch zo in bijten. Alleen hij is nog een beetje heet. Vond je dit nou een leuk recept? Like dan deze video. Abonneer je op dit kanaal. En klik op het belletje. Zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die ik ga plaatsen. Slam het makkelijk.